Hoi, een tekkel maken van pallethout lijkt me wel een leuke uitdaging. Dus ik heb een ontwerpje gemaakt en ik ga het vandaag maar eens proberen. Nou, ik heb nog flink moeten schuren, maar ze zijn zo wel gelijk. Ik ga op dezelfde manier een kop voor het beestje maken en dan kom ik bij jullie weer terug. Zoals je ziet heeft de tackle een kop. Ik heb een pen gemaakt aan de kop, waarmee die straks op het hoofd vastgemaakt kan worden. Ik doe het op dezelfde manier met het staartje en dan kan het lijf al in elkaar. Ik heb alles in elkaar gelijmd. En een uurtje of wat geschuurd. Perfect is het niet, maar goed. Het is ook een oude pallet waar we mee aan het werk zijn. Met een beetje fantasie kun je waarschijnlijk al een tackle herkennen. Maar de pootjes ontbreken nog en daarna de flapbordjes. Daar ga ik nu mee aan de slag. Ik heb het schabloon twee keer overgenomen op de plank. En met de bovenfrees ga ik proberen om ze aan één kant voor een gedeelte wat dunner te frezen, zodat er een soort curve ontstaat. We zien wel of het lukt. De zwart gemarkeerde stukjes aan deze kant van de plank, die wil ik ook dunner maken. Zo, we hebben nu een plank met een profiel. Ik ga de oortjes nu uitzagen en dan proberen ze verder vorm te geven met de schaaf en de bandschuurmachine.